Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Welkom mensen, welkom feitfans weer. Welkom bij een nieuwe aflevering hier bij Warrior Code. Ik ben natuurlijk Remy Bunjaski en ik geef jullie een update over wat er allemaal gebeurt. Wat er allemaal gebeurt in de vechtsportwereld. Er is heel veel gebeurd. En als het goed is, heb je meegekeken. Als het goed is, heb je meegekeken naar wat er gebeurt. Maar we gaan eerst even naar een aantal andere dingen die ik meegemaakt heb de afgelopen 2 weken. Ik heb natuurlijk een heel mooi boek uitgebracht. Mooi boek, een kinderboek. En wat wil ik daarmee doen? Ik wil kinderen daarmee inspireren. Hoe jong ze ook zijn, want ik zeg altijd, we kunnen niet vroeg genoeg beginnen om de kinderen te inspireren gezonder te eten, meer te sporten en veel meer respect voor elkaar te hebben. En dat komt allemaal terug in het boek Remy Wordt Sterk. Ja, Remy Wordt Sterk is, hebben we uit. Kleine 2 weken hebben we hem uitgebracht. En het gaat al goed met de verkoop. Het gaat mij niet zozeer om het verkoop, maar natuurlijk, het gaat mij om de kinderen te inspireren. En we doen het hier bij de Bunjaski Academy, doen we het al. Heel goed, bij de vestigingen, Almere Hilversum. Maar het is ook belangrijk om daarbuiten nog mensen te inspireren. Hè? Moeders, vaders kunnen voorlezen. En de kinderen, als ze oud genoeg zijn, kunnen ze hem gaan lezen. Het is een boek tussen 4 en 8. En het is ontzettend leuk. Een klein stukje biografie, een klein stukje fictie. En ja, als dit zo goed doorgaat, gaan we door naar de volgende. Remy Wordt Sterk. Nu gaat hij kickboksen. Maar stel je voor dat hij nou ook in één keer gaat voetballen. Want ik heb ook gevoetbald. En ik heb ook een klein beetje volleybal gedaan. Ik heb een klein beetje gebasketbald. Dus daarin komen de verhalen weer terug over voeding. Hè, waarom kinderen gezond moeten eten. Want we kunnen niet constant over een roodkapje hebben. En over een draak die rondvliegt. Of wat dan ook. Dit zijn verhalen die gewoon echt gebeurd zijn. Ja, dus daarom maakt het boek mooi. Ja, go buy it. Go get one. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je neef, je nichtje, wat dan ook. Ga er een voorlezen. Het is een superleuk boek. Ik ben er zelf ontzettend trots op. Het is een idee van mijn vrouw. Maar we hebben gebaseerd op mijn leven. En het brengt een stukje respect terug. Het brengt een klein beetje voeding terug. En het gezond eten, het sporten. Dus nogmaals, go get one. Ja, want hier kun je ook nog eens zien hoe het allemaal gegaan is met het boek. Ik ben handtekeningen gaan doen. De 500 eerste konden natuurlijk een gesigneerde boek van mij ontvangen. Nadat ze betaald hadden natuurlijk en besteld hadden. Dus die hebben het allemaal ontvangen. Kijk even mee dat filmpje. Ook zie je hoe het gegaan is met de lancering enzovoort enzovoort. Het was een superleuk proces. Kijk even mee. Goedemorgen allemaal. Namaste. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Wunderpack doen. Want je gaat signeren de boeken. Oké. Zo, ik ben net klaar met de eerste 500. De eerste 500 boekjes van Remy Wordt Sterk. De eerste 500 mensen die me gekocht hebben, wordt hij gewoon persoonlijk gesigneerd. Laten we doorgaan om nog meer kinderen te inspireren. Let's go. Superleuk film. Maar ik denk dat heel veel van jullie ook zitten te wachten op wat er gebeurd is op 8 oktober. 8 oktober, Collision 4. Wat was dat een mooi event. Voor wie ben jij vanavond? Badder of is het Alistair? Ga je meteen op naar je vaker, boy? Ah, niet helemaal, fucking. Wie de voetbalwedstrijd? Abbe Bong. Abbe had een kind zo toch? Abbe hippie toch? Laatst was mijn video op Italië al toch? Abbe pikken hippie maar. Waardoor. Oké. Waardoor, ja man. Good luck, good luck.
Ik ben serieus aan het nadenken om een eind te brengen aan mijn carrière. Uitgezonden door Videoland. Super cool. Ja, is ook een stukje mijn werkgever nu. Super cool wat zij gedaan hebben. De streaming was perfect. Waar we voorheen wat problemen hadden met de pay-per-view. Dat hebben we nu helemaal uit de lucht gehaald. En ik ben blij dat Videoland het doet. Want ja, ik kan niks anders zeggen dat wij echt een topsetting hadden. Hè? We hadden Alex Lely die naast mij zat om commentaar te geven tijdens de wedstrijden. We hadden Mark Schaaf, de presentator, deed ook supergoed. We hadden Melvin Manhoef, natuurlijk een legende in de sport. Nam ook de week daarvoor zijn afscheid. En zat daar gewoon weer. En we hadden natuurlijk een hele knappe gozer die ook commentaar gaf, was ik. Nee, maak een geitje. En we hadden ook nog Rico. Rico kwam er ook nog bij. En die gaf ook zijn commentaar op de wedstrijd. Dus al met al hadden wij een topavond. Topwedstrijd. Zelfs in de prelims begon het al. In de prelims begonnen al wat stevige partijen. En de mensen die gaan zitten zeiken van, ja, er is niemand knock-out gegaan. Hey, F dat. Want het maakt niet uit of een knock-out is geweest of niet. Het gaat erom, hoe zijn de partijen verlopen? Want tuurlijk, als er niemand knock-out is gegaan, kunnen we natuurlijk gaan roepen van, ja, ze hebben niemand knock-out geslagen, bla, bla, bla. Maar dat was omdat ze natuurlijk heel goed gematcht waren. Big up to Robbie Timmers. Heel goed gedaan, Robbie. Het waren knalpartijen, stuk voor stuk. Meen ik echt serieus, dat is eigenlijk een van de betere kaarten die ik ooit heb gezien. Vooraf denk je van, leuk. Maar uiteindelijk, niemand gaf, gaf wat weg. Niemand dacht bij zichzelf, hey, weet je wat, laat zitten. Iedereen heeft het doorgeknokt tot het laatste moment. En ik ga dit een beetje bespreken met een mattie van mij. Een man die ik al heel lang ken. Van jongs af aan, we hebben samen gevoetbald. We hebben samen kattenkwaad uitgehaald op school. Hè, allerlei muren gebroken en weet ik wat allemaal. Terwijl we aan het worstelen waren, vlogen door een muur. Maar goed, feestjes, weet ik veel wat allemaal. En ja, hij geeft ook nu les bij de Boyanski Academy. Ja, nogmaals, goede vriend van mij. En ik ga hem erbij halen, Het gaat om Marinho Gordon. Marinho, kom er maar bij. Oes. Ja. Dit is Marinho Gordon. Wij gaan het hebben over, Glory Collision 4. Maar misschien wil jij jezelf even voorstellen. Wie is Marinho? Nou, ik ben Marinho Gordon. Goede vriend van Remy. Hij heeft het al gezegd sinds onze jeugd. Samen gevoetbald, sinds we klein waren. Samen op school gezeten. Samen dingen gesloopt. Kattenkwaad uitgehaald. En ja, Remy heeft me geïnspireerd om te kickboksen een aantal jaar geleden. Voor ruim 15 jaar of 12, 13 jaar geleden. En sindsdien kickboks ik ook. En geef nu les op de Boyanski Academy met heel veel plezier aan de kinderen. Maar voornamelijk de wedstrijdgroep. Dus het is knallen geblazen hier. Hartstikke druk. Maar je hebt ook wedstrijden gevochten. Ja, ik heb zeker wedstrijden gevochten. Remy zegt altijd, ik had eerder moeten beginnen. Dat hij niet 3 keer de K1 gehad, misschien 1 keer. Maar ik zou eigenlijk 1 wedstrijd doen, maar Remy heeft me erin gelokt en het werden er steeds meer. En kon het vrij goed. Je kon het vrij goed, nogmaals, want je bent vrij laat begonnen, 35 volgens mij. 34 of zo, ja. Toen ik zelf jong was, zei ik af en toe tegen Marinho, ik ben aan het kickboksen. En hij zei van, jij kickboksen. Ja, en in één keer hoorde hij gewoon via allerlei vrienden, weet ik wat allemaal, dat ik de K1 heb geworden. Ja. Toen dacht hij, Hij kan het echt. We hoorden van, je moet tegen Ernesto Hoos. Wij dachten, Ernesto Hoos? Nee, want dat kan nooit. Remy tegen Ernesto Hoos, groot verschil. Maar je won hem. Ja, ik won hem. En toen had ik de 2e keer de K1 gewonnen. Ja. Uiteindelijk 3 keer gewonnen. Maar jij bent zelf ook mee geweest naar Japan om te kijken. Vooral die laatste keer. Tokio tegen 2008, toen je hem ook won. Mm-hmm. Volgens mij was dat een van de beste K1's ook. Die was top. Dat was met ook nog eens, en dat maakt het helemaal mooi,
de finale waar iedereen naar uitkeek. Ja, ja, ja. Want Badr zat in de ene bracket, zeg maar. En ik zat dan in de andere bracket. Ja. En zo vochten we omhoog. Ja. En toen stonden we gewoon tegenover elkaar in de finale. Iedereen hoopte op die finale. Ja, ja, het was... En uiteindelijk kwam die finale ook. Ja. Kijk, het mooie daarvan was... Je had, wij waren een hele groep. Ook Surinaams en zo waren allemaal voor jou natuurlijk. Ja. Maar dan heb je ook daar een hele andere groep. Veel boeren en zo. Die waren allemaal voor Peter Haats. Ja. En je had aan de andere kant een heleboel Marokkanen. Allemaal voor Badr. Maar het was heel gemoedelijk, weet je. Dus, ja. Weet je, als jij... Ik weet nog, je had een actie tegen Saki. Ja. We allemaal, hey, man. Gingen de Marokkanen ook klappen voor jou, weet je. Ja. Badr ging neer tegen Zimmerman. Ja. Maar hij kwam gewoon weer terug. Ja. Ah, wij ook klappen voor die Marokkaan. Dus het was echt een echt gemoedelijke sfeer. Totdat. Ja, totdat moment. Tot dat ene moment. Ja, hij heeft voor iedereen verpest, man. Al die Marokkaan. Hé, Badr, schrik. Maar, achteraf is gewoon mooi. Achteraf is het mooi. Maar goed, het was een hele leuke tijd. Glory is opgestaan, heeft zijn ding gedaan. Hier en daar hadden ze wat problemen met de opstarten. En... nu heb ik een beetje het gevoel van, we gaan de goede kant op. Als je zegt, als we kijken naar hoeveel planningen ze nu vooruit hebben. Hè? Ja. Dus ze hebben natuurlijk een aantal collision-wedstrijden gehad. Nou, was super top. Dan ging het echt omhoog en dan zakte het weer weg. Ja, ja. Maar nu lijkt het alsof ze hun draai gevonden hebben met de collision-events, met de rival-events. Weet je, zodat er constant wat gebeurt. Wat vind jij ervan? Ja, ik denk sinds Videoland... Zie je echt van, helemaal met, misschien is omdat we nog in de euforie zijn van die laatste Glory. Maar je ziet wel dat het echt, een stijgende lijn. Uh-huh. Je ziet echt dat die partijen, misschien is het ook, ik denk niet dat het toeval is. Maar je ziet nu echt, ik denk dat de vechters weten van, oké, het komt op Videoland. Uh-huh. Glory weet, Videoland. Commentators, jullie weten, Videoland, iedereen kijkt mee. Ik denk dat dat het allemaal een beetje ophypt. Want je ziet ook, als je ziet naar die vechters ook nu gewoon. Ze waren allemaal gewoon echt topfit. Soms denk je bij de ene, die is heel goed. Die andere is ook heel goed, maar die ene heeft weinig getraind. Leek het net op, waardoor hij niet eruit komt. Maar nu zie je gewoon echt, je ziet er gewoon echt atleten. Gewoon alle twee partijen, beide partijen, van bijna alle gevechten gewoon goed. En ze gingen ook door tot het gaatje. Ja. Dat vond ik echt heel mooi. Want er waren momenten dat ik dacht bij mezelf van... hé, als je die low kicks niet blokt... en dan zei ik soms in mijn commentaar ook van... als die low kick in de eerste ronde niet gaat blokken... gaat het zeer doen. Ja. Maar sommigen bleven na 4-5 rondes gewoon nog staan. Nou, dat was geweldig, man. Ja. Dat was geweldig. Heel eerlijk, die Kababes. Mm-hmm. Ik dacht, hij redt die tweede, derde ronde niet met die trappen. Als nee, hij dat dacht ik ook. Maar... hij doet zijn naam wel eer aan, die tank. Die man stopt gewoon niet. Hij stopt niet. Ja. We gaan er zo op terugkomen. Ja. Eerst even dit. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Laten we eerst onderaan beginnen. We slaan de prelims even over. Hoe goed hij ook was, want het waren allemaal wedstrijden ook. Waarvan ik zeg... zou er best wel gewoon in de maincard kunnen zitten. Zo. Dat begon meteen daar hard. Ja. En goed, weet je. Maar we pakken even de maincard even erbij. De maincard. Osaro tegen Richters. Wat vond jij van die wedstrijd? Richters, hij begon wel goed. Maar na de wedstrijd zei hij het zelf. Want hij begon mooi. Stoot, trap. Hij trapte. En ineens... stopte hij een beetje met trappen. Ja. En, Manio, zijn de vechters en de trainers niet te veel gefocust op het boksen? De low kicks? Kijk, de low kicks zijn zo belangrijk. Dat ontregelt het hele systeem van de ander. Je hele gameplan, zodra je 6, 7, 8 low kicks in de eerste ronde hebt ontvangen... ja. Kan je eigenlijk je gameplan zo de deur uitgooien. Want je kan niet meer goed stoten. Je kan niet meer goed trappen. Je kan niet meer... Ja. Maar toch zie ik te veel trainers, vechters bezig zijn met... we moeten een knock-out slaan, we moeten een knock-out slaan, we moeten een knock-out slaan. Ja. Terwijl die low kicks worden nog steeds te veel onderschat, vind ik. Ja, sowieso. Want wat je ook normaal gesproken wat je zou moeten zien... ook al is iemand moe... die low kicks moeten eigenlijk automatisch in het systeem zitten. En dat...
Je ziet dat bijna niet meer. Je ziet wel heel veel stoten. Wat je ook heel vaak ziet, dan willen ze die hand weghalen en stoten. Weet je. Zoveel moeite doen ze. Ja. Terwijl die benen gewoon helemaal vrij zijn. Het moet gewoon in het systeem zitten. Ja. Dat, ja. Ja. Ja, ik mis dat wel. Hé, hey, werk met die low kicks. Ja. Het brengt zoveel meer dan dat je alleen maar op een knockout met de stoten gaat werken. Ja, maar die wedstrijd, je was aan het vertellen, sorry. Ja, dus, maar hij wist het zelf ook, want na de wedstrijd zei hij het ook. Misschien is het omdat hij, ja, hij gaf aan een jaar niet gevochten. Maar kijk, in principe, wat Levi ken ik ook zelf wel. Mm-hmm. Ja, een sterke jongen, gezonde jongen, fitte jongen. Die man is lang. Als je zijn lichaam ziet, niet normaal. Ja. Weet je, en wat hij zei, dat een jaar niet gevochten, ik denk, maar, want hij moest eigenlijk tegen Jamal, Benzadik, ja, maar die ging niet door. Vanwege, dan denk ik bij mezelf, oké, als je dan tegen Jamal moest, dan ben je oersterk en dan laat je het niet zo ver afgeleiden. Dan ga je aan het werk, dan heb je eigenlijk meer tijd om je nog beter voor te bereiden. Ja, want precies dat dacht ik ook toen hij zei, ja, een jaar, ik denk van oké, maar dan, weet je, dan... Je kan ook een jaar achterop gaan leunen en dan niet de laatste 3 maanden pas gaan trainen, maar je kan ook gewoon zeggen, oké, het gaat niet door, even 2-3 weken, 4 weken of hoe lang dan ook, want hij kreeg een tweeling. Ja, hij kreeg, een tweeling, prima. Ja. Tweeling is geboren, even een paar weken nog, even lekker gezellig. Ja. Maar daarna moet hij die motor aanzetten. Motor aanzetten, ja. Maar ik denk dat hij zelf in zijn achterhoofd weet hij het zelf ook. Want toen hij de interview gaf, dacht ik, oké, hij was wel helder van, ja, ik begon niet meer te trappen. En, dus misschien, ja, kijk, ik heb ook oude partijen van Levi gezien. En ik weet wel dat hij diep kan gaan. Mm-hmm. Weet je, is een jongen die diep kan gaan. Dus ik denk, ja, dat... Misschien dit een goede partij voor hem was. Een wake-up call. Een wake-up call, ja. Om te leven, oké, weet je, werk aan de winkel. Ik moet echt aan de bak. En weet je, want ik denk dat dit zal niet worden tegen mensen. Die... Nee, want die Osaro, die was niet een verkeerde jongen, hoor. Ik heb hem vroeger in de B-klas heb ik een paar partijen zien vechten. Volgens mij was toen, ik kan me niet goed herinneren, was volgens mij Mark van vroeger. Mark van... Sitio Tong, hij zat bij Carabin vroeger. Mark. Mark. Ik noem zijn altijd... achternaam vergeten? Ja, Mark. Ik noem altijd Ice-T. Ja, Mark, ja. Maar hij zat volgens mij toen in zijn hoek. Toen heb ik hem een keer. Ik dacht dat het Hoofddorp was, weet ik niet zeker meer. Toen heb ik die Cookie, dat is zijn bijnaam, die Osaro, toen heb ik hem daar zien vechten. En toen heb ik eigenlijk toen meteen, dat was de vorige matchmaker bij Glory, Raymond Daalder, heb ik meteen gebeld. Ik zeg, luister. Die Cookie moet je gaan bellen. Ik weet niet wat hij ermee heeft gedaan. Hij heeft vanaf al niet gebeld. Maar nu zit die Cookie erbij. En toen dacht ik al van, dat is een goede jongen. Alleen, die jongen moet nog wel wat stappen gaan maken. Yeah. Hij is pas op het hoogste niveau, kan ik begrijpen. Spanning, hoogste niveau. Maar hij heeft het niet slecht gedaan tegen... Nee, hij heeft het niet slecht gedaan. Ja, maar dat is het omdat Levi ook al sterk is, een boom van de kerel. Mm-hmm. En ik denk niet dat hij hem had onderschat, maar... Ja, moet wel werken aan de winkel. Ook voor die Osaro, die hetzelfde. Want hij heeft hem niet gewonnen. Uh-huh. En kijk, aan de andere kant is dat wel goed van Levi. Want je, ondanks dat je zo hebt gevochten, niet dat het slecht was, maar hij heeft zo gevochten. Ook al heb je minder dag, je moet gewoon winnen. Je moet gewoon winnen. Ja, dus die klus heeft hij wel goed geklaard. Dat wel. Nu is het terug naar de tekentafel. Maar, er wordt wel gezegd, Levi is straks de opvolger eventueel van Rico. Ja. Dat is nog een brug te ver. Ja, want ik zie hem niet zo vechten tegen een Benzadik. Nee. Weet je, ik zie een... Er moet nog wat vorderingen komen. Ja. Kijk, hij heeft alles mee. Ja. Hij is lang, ziet er goed uit. Sterren. Jong. Kan goed combineren. Ja. Er moet nog wel werk aan de winkel. Dus een tip voor jullie kamprichters. Werk aan de winkel. Want we willen mooie dingen zien. Want we weten dat je het ook kan. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Dan hebben we Tijani. Tijani versus Kopri Velensky. Ja. Wat vond je van die wedstrijd? Dat is een van de betere partijen. Mm-hmm. Hoog niveau, ging snel. Oh, vanaf de eerste seconde. Ik dacht... Nou kijk, sowieso, niet dat ik voorspelbaar wil zijn, maar ik wist dat Tijani zou winnen. Mm-hmm. Omdat ik vind Tijani, hij niet alleen dat hij gewoon goed vecht, maar je ziet ook dat hij met zijn hoofd vecht. Hij vecht slim. Weet je hebt sommige vechten die worden boos en dan gaan ze emoties op. Ja.
bij hem, ik zie, lijkt net of ik hem constant zie denken. Mm-hmm. Weet je, als hij misschien weet je, een beetje vermoeid raakt, als hij wilt aanvallen, hij is constant aan het denken. En ik was bang dat ook bij hem, ik zie ook bij hem best wel veel boksen en weinig trappen, maar hij verbaasde me wel dat hij... Hij heeft wel iets meer getrapt dan vroeger. Ja, juist. Vind ik heel voorheen, een tijdje was hij ook, oké, maar toen was hij nog niet bij Deon. Mm-hmm. Toen was hij veel met die harde stoten. Harde stoten. Eenmalig harde stoten. Maar nu, hoe ik hem zag, ik zie hem stoten, ontwijken, trappen. Ik zie hem eigenlijk weer het complete wat hij, wat vechter wat hij is. Ja. Ik zie dat komt weer naar voren. Ik ken die jongen al vanaf de jeugd. Ken ik hem al, althans toen hij in de jeugd zat. Sindsdien heb ik hem al zien vechten. Ja. Toen maakte hij alleen maar stappen omhoog, speelde met zijn tegenstanders. Nou, op een gegeven moment komt hij naar A-klasse, is hij nog steeds heel goed. En toen, ja, in mijn ogen ging hij naar, niet naar de goede sportschool. Dat wil niet zeggen dat die sportschool niet goed is. Ja. Hij zat alleen bij de verkeerde trainer toen. En toen is hij overgestapt naar Deon. En toen dacht ik, oké, het is namelijk een jongen die heel veel wilt leren. Hij is net als Pons, hij kan nog heel veel leren, beter worden. En dat heeft hem nu, denk ik, op een bepaald niveau gebracht. Want je ziet hem echt ontwijken, meteen counteren, counteren met stoten en trappen. En dat heeft die jongen nodig. Zijn voetenwerk ontzettend goed. Ja. Wat dat betreft, zie ik nog niet gauw iemand anders in die gewichtsklasse van hem winnen. Nee. Ik denk dat hij... ik moet wel zeggen... hoe heet het tegenstander? Koprivalensky. Ja, ik moet zeggen, hij is wel... hij komt wel het dichtst bij Tijani. En ik denk, want die trappen van hem, die stoten van hem... Het leek alsof hij niet echt... hij werd wel geraakt, maar hij bleef maar komen. Ja. Hij bleef maar eigenlijk tik, boem, weer naar voren. Weer naar voren. Ja. Dat kon ook een beetje frustrerend werken voor Tijani. Ja, maar dat was het mooie van die wedstrijd. Mm-hmm. Omdat hij bleef komen, Tijani moest ook blijven werken. Ja. Dus hij bleef ook in zijn achteruit bleef hij werken. Ja. Hij bleef ontwijken. Dus dat maakte de partij echt van... Het maakte hem heel mooi. Ik had soms in de vierde, vijfde ronde had ik een beetje het gevoel van... heeft hij niet al zijn kruid verschoten? Ja, je zag hem een beetje verzwakken leken. In die laatste ronde had hij niet geraakt moeten worden. Ja. Maar dat komt, ik denk... Sowieso had hij veel gegeven. Die ander bleef komen, maar... hij liep ook wel achter. Dus hij moest wel naar Tijani. Ja. Hij moest wel gaan werken. Hij moest wel gaan forceren. Maar dat bedoel ik met het denken bij Tijani. Hij bleef... Kijk, misschien wij als kickboxers zien van... die vermoeidheid slaat toe. Mm-hmm. Maar hij bleef ontwijken. Hij bleef kijken. Hij bleef dus... ik zie niet iemand winnen van Tijani. Nee, niet gauw. Ik zie niet gauw iemand winnen van Tijani. Nee. Misschien moeten we weer een van die Thais bellen. Maar... er is een Thai geweest die Tijani een pak heeft gegeven. Ja. En die moet gewoon daar blijven bij One. Ja. Want dat is wel een hele goede Thai. Daar zou Tijani nog wel een goede partij tegen kunnen vechten. Ja. Waar hij zelf ook uitgedaagd wordt. Want... niet dat hij geen uitdaging heeft, dat zeg ik niet. Alleen, hij is wel next level ten opzichte van... Ja, next level is sowieso. ...aan het knokken zijn. Ja. En je moet ook nagaan, hij is pas 22, hè? Ja, nagaan. Is hij 22? Ja, Tijani is 22 of 21. Of, hij is nog geen 23. Nee, ik dacht dat hij iets ouder dan wie was, hoor. Nee, maar Tijani is jong, man. Oh, hij is echt jong dan. Tijani is jong, of wat? Ja. We gaan het opzoeken, we laten het... Tijani is jong. We nemen het volgende keer mee. Ja. Ja, 22 of 23 is hij. Oké. Hij is jong. Tijani, en dat is het mooie. Daarom vind ik hem ook echt goed. Kijk, vaak heb je hebt, weet je, inspiratiebonnen. Jij, Badder, noem maar wat, Peter Aerts. Ja. En zo keek ik ook altijd naar kickboxers. Ja. Ja, jij was gewoon een mattie, dus weet je, het is raar. Ik zeg, Remy is een inspiratiebon. Ja. Maar mijn eerste wedstrijd, Roy Diamond... Ja. Vocht Tijani in de jeugd. Ja. Hoe hij daar vocht. Next level. Wauw. Ja. Dat is eigenlijk een inspiratie. Gewoon zo'n kleine jongen. Ja. Kickbox stoten, wegdraaien, wegtrappen. Ja. En hij, die jongens. In de jeugd kon niemand hem gewoon verslaan. Toen was hij was ook lang. Ja. Hij was ook lang, dun. Maar hij had ook goede technieken. En dat kon je gewoon heel toen al zien van... Ja. Dit is een jongen die straks wereldkampioen. Ja, want ik had bij hem een beetje, toen hij nog niet bij Deon zat, mm-hmm. was hij een beetje veel aan het stoten, met harde stoten. Pap, pap, pap.
Weinig toen, trappen. Toen was hij eigenlijk, en dat mag ik echt zeggen, hij was gewoon bij de verkeerde sportschool. Ik zeg niet dat die sportschool slecht was of wat dan ook. Ja. Maar om zo'n jongen te blijven trainen, was hij op dat moment bij de verkeerde sportschool. Ja, ja. En nu hij de keuze gemaakt om bij Deon te gaan trainen, zie je gewoon, hij is gewoon leergierig. Ja. Wil veel doen. Daar dacht ik, want ik zie veel filmpjes en ik zie ze veel stoten. Toen dacht ik ook, ga toch niet weer die kant op zo. Maar oké, je hebt ook wel weer Milton. Want Milton die is ook wel echt met de trappen en zo. Weet je, dus dat is... Hij moet veel zijn wapens gebruiken. Ja, en niet alleen zijn handen of alleen zijn benen. Het moet een combinatie zijn, want dat is kickboksen. En niet alleen boksen en niet alleen maar trappen. Ja. Het moet een combinatie zijn van alles wat je in huis hebt. Ja. Als je alleen maar je handen gebruikt, laat je twee wapens liggen. Ja. En dat moet je niet doen. Dus ik vind gewoon dat ze moeten combineren. Ja. Stoten, trappen, knieën. Ja. Alles wat je in huis hebt, moet je gewoon gebruiken. En dat deed hij goed nu, hoor. Dat deed hij goed. Eerst op een laag hoogte, op trappen. Op. Ja, man. Nee, dat deed hij heel goed. Mooie pot was die. Hele mooie pot. Ja. En toen kwam Maslobojev tegen Kwabes. En jij zegt net... Nee, die was de mooiste. Dus, ik keek naar die camera en ik dacht van mezelf, we gaan kijken wat hij nu gaat zeggen. Oh, nee, klopt. Ja. Nee, die was de mooiste. Maar kijk, Glory heeft het echt goed gedaan, deze. Deze was dik. Deze wedstrijd, ik denk dat hij rustig, als er niks mooiers komt, is dit de mooiste wedstrijd van het jaar. Ja, want... Deze wedstrijd had alles. Had misschien niet de knockout, oké. Ja. Maar hoe er gevochten werd, hoe er gestreden werd, kan je zeggen dat dit echt een wedstrijd was waarvan we kunnen zeggen, oké, jongens, jullie krijgen allebei een bonus. Ja, maar dus die Kababes, de tank toch, noemen ze hem toch? Ja. Zo noemde je mij ook. Ja, klopt. Daar ben ik van. Nee, maar Kababes, de tank, dat klopt echt, man. Die man blijft gewoon vooruit komen. Hij blijft gewoon komen. Die man, dus bij WFL en daarvoor, toen hij vocht, had hij het ook wel. Hij bleef altijd vooruitkomen. Maar je denkt dan, hij vecht op een lager niveau. Dus weet je, vooruitkomen, bla. Wow. Maar nu bij Glory, je ziet het ook. Toen hij tegen Levi ging, die man krijgt knieën op zijn hoofd. Hij krijgt alles, boom. Hij loopt gewoon weer naar voren. Ja, maar gewoon, alsof er niks aan. Het is niet gezond, maar hij loopt wel door. Dat zit in hem. Hij heeft gewoon die leeuwenhart ook. Ik zit wel te denken van, hij had op een gegeven moment eerste, tweede ronde. Derde ronde was zeker voor Maslobojev. Vierde, vijfde ronde kwam hij gewoon terug. Hij kreeg low kicks. Vanaf de eerste minuut kreeg hij low kicks. Bleef gewoon staan, bleef gewoon doorgaan. Ik vond het nog knap dat hij in de ronde 4 en 5 weer terugkwam. Want nadat je die low kicks hebt ontvangen, kan niet meer lekker stoten, niet erop staan en zo. Dus ik dacht ook dat redt hij nooit. Maslobojev had een scheur op zijn scheenbeen. Hey, ik zweer het je, als ik trainer was, had ik gezegd, luister, we gaan gewoon door met die trappen. I don't care. Maar goed, hij stopte ermee. Pas in de vijfde ronde kwam hij nog een aantal keer terug met die rechte low kicks. Yeah. Maakt niet uit. Die wedstrijd was gewoon tot de laatste seconde was gewoon een topwedstrijd. Yeah. Ik denk dat het publiek hier de winnaar was. Sowieso. Ja. Sowieso. Hij bleef ook, Kijk, het enige wat wel zo was. Ze interview daarna. De post-fight interview, ja. Ja. Zei van, iedereen heeft het gezien. En ik moet eerlijk zeggen wat ik heb gezien. Toen liep hij leeg. Ja. Hij liep leeg. Ja. Hij ging gewoon zeggen, dit krijgt een staartje. Ik stop. Glory, bla, bla, bla. Ik zat te denken, oh nee. Manager, trainer, haal hem weg daar. Haal hem weg, bescherm die jongen. Ja. Want hij staat vol emotie. Na je wedstrijd wil je van alles roepen. Ja. Ze hadden hem even weg moeten halen. Ja, sowieso. Want ik vond hij terecht verloren. Hij had terecht verloren. Weet je? Kijk, natuurlijk is het erg. Als vechter vind je het ook erg. Ja. Maar op dat moment zie je het niet heel objectief. Nee. Wij kijken als buitenstaanders, kijken naar die wedstrijd. Hij had gewoon terecht verloren. Ja. Maar kijk, kan ook door zijn hoek komen, hè? Uh-huh. Weet je, misschien niet. Ik weet het niet. Ik denk het. Maar als zijn hoek... Kijk, als bijvoorbeeld... Ja, wij gaan met zoveel vechters gaan wij weg. En... wat wij altijd eens doen is zorgen van, oké, weet je, ja, uitslag is geweest. Want zolang je iemand niet knock-out hebt geslagen, bepaal jij niet. Ja. Heel simpel. Jij bepaalt niet. Dus dan kan je niet zeggen... En dat is ook zo, Mourinho. Want je bent als vechter zijn met een andere in de ring. Ja. Daar kan jij het beslissen. Als jij die andere hard genoeg op zijn neus slaat, hij gaat liggen, hij wordt uitgeteld. Dan heb je het zelf besloten. Ja. En als je dat nalaat,
dan geef je het eigenlijk over aan de jury. Ja. Heb je niet een puntenverschil van dit, wordt het een beetje zus, dus, ja. Zo. Ja, maar net hoe het wordt. Ja. Dan laat je het aan hun over en dan kunnen zij beslissen. En daarna moet je eigenlijk, misschien leuk om te horen, dan moet je eigenlijk niet zeuren. Ja. Is gewoon klaar. Ja. Dan moet je niet zeuren. Maar het is ook zonde van die partij, want hij was... Kijk, hij was... Ja, het was gewoon een toppartij. Hij was goed. Toppartij. Hij was goed. Hij was... En Kababes is ook iemand... Mensen kijken graag naar hem. Mensen zeggen... Ja, voor hem ga je... Voor hij hem. Komt om te knokken. Ja. Weet je, en dan is het zonde. Kijk, nou, kijk, voor hem kan ik het begrijpen, want je zit vol met emotie. Dus voor hem kan je het begrijpen. Ja. Alleen, ik denk dat ze, ja, misschien zijn hoek, als zijn hoek ook in die hype meeging. Ja, zomaar heb je voor, je had echt gewonnen. Dan ga je het helemaal geloven. Ja. En dan ga je met nog meer woede achter die camera staan. Ja. Weet je, dus ik weet het niet. Want ik zeg nu wel zijn hoek, misschien is het helemaal niet zo. Weet je, dus, maar in ieder geval, het voor hem, ja, het zou beter zijn als hij eigenlijk zegt, ja, weet je, ik vind het onterecht, dat kan. Maar niet, ik ga stoppen, ik krijg staartje. Ja. Dat is zonde. Moet hij niet zeggen, dat is zonde. We hadden heel veel sympathie voor hem. En ik denk dat hij een beetje een publiekslieveling wordt. Maar op dat moment dat hij begint te roepen van, hey, bla bla bla. Ja. Dan verlies je een beetje sympathie. Ja. En dat is zonde. Dat zou echt zonde zijn voor zijn carrière. Want hij is goed aan het bouwen. Ja. En hij moet daarmee doorgaan. Kijk, nu heeft hij de wedstrijd net verloren. Door misschien wat tactische fouten. Bepaalde inzichten met het blokken van die low kicks. Ja. Weet je, kan hij op gaan werken. Hmm. De volgende keer kan hij zo kampioen worden. Ja, maar dat is... Ik denk dat iedereen nu ook weer... Het is wel weer een naam dat je zegt... Oh, die gaat vechten. Ja. Weet je? Als hij op de kaart staat, ga je kijken. Ja, ga je kijken. En dan zorg je weer voor dat Videoland weer een nieuwe abonnees heeft. Weet je? Ja. En daarom is het zonde dat hij dat zei. Maar ja, weet je, Kababes kan het begrijpen. Weet je, als je kijkt. Weet je, hij was boos. Ja, kan. Maar was een goede partij. En dan gaan we door. Toen kregen we Van Soest. Van Soest tegen Moussa Dak. Oh ja. Ja, Van Soest. De kampioen. Kijk, om te beginnen. Kijk, ik vond het raar dat die na voor de hoofdpartij komt. Zeg. Die line-up. Marinho. Ik zeg het je eerlijk, toen die partij kwam, dat was het moment dat... Ik wilde het graag zien, ik heb het ook gekeken, maar dat was het moment dat ik even kon gaan plassen. Je zegt precies wat heel veel mensen dachten. Ja. En achteraf, of tijdens het event, van hey, we zitten nu helemaal in die hype. Van ja, hij nu gaat ballen komen, we zitten lekker. Niet lullig bedoeld naar vrouwen. Ja. Maar dat was niet de wedstrijd die op dat moment gevochten had moeten worden. Nee. Zij hadden in de main card moeten zitten wel. Ja. Maar de eerste of tweede wedstrijd. Ja. Eerste of tweede wedstrijd. Want er was te veel hype. Te veel hype, te veel mooie wedstrijden. Om deze voor de headliner te zetten. Ja. Dit had nooit een co-main event moeten zijn. Nee. Maar dat is achteraf. Ja. Maar wat vond je van die wedstrijd zelf? Nou, ik vond... Ik weet niet zeker of Van... Ik vond niet dat Van Soest echt overduidelijk had gewonnen. Klopt ook. Ze is natuurlijk wel de kampioen. En dan als je tegen een kampioen gaat, moet je overduidelijk winnen. Ja, moet je overduidelijk winnen. Je moet met veel meer punten winnen, wil je daar de overwinning mee nemen. Maar dat meisje is ook heel jong, hè? Hé, hey, 22 jaar. Ja, dat 22 jaar, ja. Topvechter. Ik kende haar niet. Maar hoe ik haar zag vechten, ik dacht zo. Ik had wat beelden gezien op YouTube. Toen dacht ik bij mezelf van, het is leuk. Maar tegen Van Soest. Ja. En toen zag ik in de ring, pap. Eerste ronde. Gewoon voor haar. Dacht ik, als dit 4-5 rondes doorgaat, wint ze gewoon die wedstrijd. Ja. Ik zag op een gegeven moment ook Van Soest Ali Shuffle maken en zo. Toen dacht ik bij mezelf van, rustig aan. Je moet nog werken. Eerste ronde heb je gewoon verloren, ik weet het niet. Ja. Nee, maar daarom. Ik had niet voor. Ja. Ik zag wel dat Van Soest zou winnen. Want ja, weet je. Maar het was toch. Het was echt kilo. Het was echt kilo. En misschien. Het kwartje had zo haar kant op kunnen. Ja, makkelijk. En ja, helemaal als kampioen. Daarom vind ik als kampioen moet je ook laten zien van. Hey, ik ben niet kampioen. Ja, ik ga je domineren. Echt waardig zijn. Ja, echt waardig zijn. Ja. En toen kregen we Badr. Ja. Badr tegen Alistair. Ja. Jij hebt naar die wedstrijd gekeken. Ja. Geef me jouw gedachten. Wat ik voor de wedstrijd dacht, is dat Alistair gaat hem opeten. Ja. Dat dacht ik. En waarom ik dat dacht, Alistair,
veel UFC, nog in vorm. Ja. Weet je? Of tenminste... Badr was ook in vorm, toch? Hij heeft weliswaar alles verloren. En luister, kijk, ik ga je zeggen wat het met Badr is. Ja. Nu komt het. Nee, Badr heeft een soort gevloek over zich heen. Badr gaat niet meer winnen. Hij heeft gewoon bakroe. voor mensen die dat niet weten, bakroe. Is een boze geest, als voedoe is. Een soort van voedoe. Ja. Nee, kijk, Badr, er zijn wat dingen in het verleden gebeurd. Ja. Weet je, hij heeft dingen gedaan. Het is het verleden. Laten we het daarop houden. Het is het verleden. Maar kijk, het verleden haalt je altijd op een of andere manier haalt het verleden je altijd wel in. Ja. En ik denk, nu heeft hij, sinds de eerste wedstrijd dacht ik van, hij gaat niet meer winnen. Dat is zijn straf, dat hij niet meer gaat winnen. Je ziet, hij domineert al die wedstrijden. Hij heeft eigenlijk, Rico Verhoeven, heeft hij eigenlijk ontleed. 1 en 2. Hé, vooral die tweede. Twee keer neer. Hij heeft hem kickboksend laten zien van, technisch gezien, kickboksend gezien, ben je niet op mijn niveau. Ja. Hij heeft hem gewoon echt gewoon laten zien. Ja. Atletisch gezien, is Rico gewoon nummer 1. Ja. Weet je, en Rico is ook gewoon de kampioen. En Rico kan kickboksen, hij is de kampioen. Zonder meer. Ja. Maar technisch gezien, heeft Rico gewoon verloren van Badr. Weet je? Klaar. En dat zie je nu ook weer. Ja. Ook tegen Adebayo. Tegen die Paul. Ik ging gewoon die Paul liken. Die eerste wedstrijd tegen die Paul. Dacht ik van. Die Paul trapte hem neer. Toen dacht ik, oh shit, hij heeft gewoon pech. Bij die tweede wedstrijd, Mourinho. Hey. Maak je eens Paul gewoon gesprongen. En dacht ik, Luister, bij die tweede wedstrijd dacht die Paul van, luister dan, dit wordt niet die eerste wedstrijd hoor. Ja. Nu gaan we aan de bak. Weet je, die eerste wedstrijd had hij te veel respect. En ik zou je zeggen, ik vond ook dat toen op het moment dat die gasten op tribune gek gingen doen, ik kreeg een beetje het gevoel dat Badr wel prima vond. Nou, ik zat vlak achter Badr in zijn hoek. Ja. Op een gegeven moment werd het een beetje stil. Ja. De situatie werd rustig. Controle. Badr deed gewoon, hey, jutte iedereen weer op. Ja. Dus toen zag ik, hij wil zelf niet. En toen was de wedstrijd klaar. Ik ben Badr fan ook hoor, maar ik zag het. Ik ben wel eerlijk. Wat vind je ervan dat Alistair op die manier zo naar voren kwam? Het was heel laag, zo'n handen. En dan zo ging hoeken. Wat vond je ervan? Kijk, daarom ook weer. Kickboxer had gezien. Alistair leek niet op een kickboxer. Nee. Ik heb geen enkele kickboxer ooit zo. Maar ook in zijn UFC zag ik hem, waar ook kwam niet, hij niet zo in. Nee. Want hij kan heel raar en alleen maar bukken en hoog. Als Badr zijn hoek zegt van, luister dan. Hey. Trek die rechte knie op. Hey, ja, gooi hem omhoog. Dan lag Alistair nog steeds daar. Hey. Was zijn lip weer gescheurd? Ja. Hij gaat je komen halen. Ik zweer het je, ik vond het echt heel gek hoe hij binnenkwam. Maar, ik zeg dan tegelijkertijd, was dat niet juist hetgeen waardoor Badr een beetje ontregeld raakte? Ja, ik heb het nooit zo over nagedacht. Inderdaad. Hij kwam heel vreemd in. Ja. En maakte best wel harde hoeken. Ja. Misschien was het daardoor dat Badr... Ja, misschien dat Badr verwacht van, we gaan kickboksen. We gaan gewoon staan. De rug ligt gebogen. Dat soort dingen. Linkervoetje voor, rechtervoetje achter. Gewoon basis kickboksen. Ja. Nee, hij kwam met een hele onorthodoxe stijl. Ja, dat kan. Ja. Want hij kwam heel raar. Echt. En leek net of Alistair zich ook geen zorgen maakte om die knie. Nee. Hij ging gewoon vrij naar op. Boom. Een knie, jongen. Een knie optrekken. Ja. Gewoon recht door het midden. Raak, klaar. Ja. Maar kijk, wat dat betreft. Kijk, maar want in die eerste en die tweede ronde. Ik dacht, Badr gaat hem toch wel. Ja. Eerste en tweede ronde zag goed uit voor Badr. Ja. Ik denk, weet je. Einde tweede ronde kreeg hij die opstoot wel. Toen kreeg hij die knikken. En toen was het eigenlijk spaghetti benen. Toen zag je het einde al. Weet je wat ik altijd wel een beetje vind? Als Badr op de grond zit zo. En hij is neergeraakt. Ja, het is die wanhoop. Het is Badr onwaardig zo. Hij gaat bij al die keren gaat hij ook zo echt op zijn knieën zo. Vroeger ging hij ook wel eens neer. Maar dan zat hij. En dan zat hij zo van. Hey. Hij telde mee. We got it. We regelen het wel. Stond hij op naar achteren. Ja. Hup, en dan ging hij gewoon boem, sloeg hij de ander neer. Ja, die karakter had hij wel. Ja. Maar nu zit hij een beetje zo van... Het enige wat je nog mist, zo'n heel zielig muziekje op de achtergrond. Ja. Welcome to Warrior Code.
Create an account now at warriorcode.com. Op een gegeven moment is de wedstrijd afgelopen, Mourinho. Ja. Rico hoort van... Hé, hey, waar is Rico? Ik ben een kampioen. Volgens mij had hij nog niet eens één seconde de letter Rico gehoord. Ja. Ik ben maar Rico rent, vliegt door de touwen. Ja. Op het moment dat Alistair zegt... ja, ik ben nu de kampioen. Hij draait ze gewoon, Rico staat er al. Ja. Faka. Ja. Kijk, weet je wat het is? En wat Alistair doet op een gegeven moment zo toch... Oh. Ja. Rico... Kijk, als Rico gewoon normaal erin kwam, van hé, hey, ja, hier ben ik, ben de kampioen, wat wil je tegen mij? En dan gaat het zo verder, dat kan ik begrijpen. Maar Rico wilde met een soortige attitude komen, alsof hij... Beetje straat. Ja, een beetje straat is zo van... En hij is nul straat. 0,0, weet je? En dat is niet erg? Nee, is helemaal niet erg, nee. Maar je moet niet zo komen alsof je boos bent, op dat moment echt boos. En daarom dacht Alistair, hè, wat... Ja, zo van de wat doe jij nou, weet je, ja, je weet... Ja. Je weet in het echt, als de camera's uit zouden zijn, dat je, ja, weet, als je een lucifer knopje, ja, zou ik je breken, weet je. Ja. Dus daardoor, dat was Alistair zijn reactie van, oh, ja, weet je. Dus Rico had gewoon normaal de ring in moeten komen. Zo, ja, ik ben de kampioen, ja, weet je. Weer tegen mij, nou ja, weet je. Kijk, en ik heb nog iets gezien. Dat was na, volgens mij, hoe heet het, Phoenix interviewde, ja, Rico. Ja. En Rico zei van, nou ja, weet je, als hij zo tegen mij vecht, dan sla ik hem de hele ring door. Nou, Rico had nog gelijk. Volgens mij heeft hij gewoon gelijk. Ja, hij heeft gelijk wat dat betreft. Kijk, ik ben geen fan van Rico, weet je. Dat mogen we best weten, en dat weet iedereen wel. Ja. Alleen, ik zit wel te denken van, als Alistair zo gaat vechten tegen Rico, dan wordt het heel lastig voor Alistair om, denk ik, te winnen. Want ik denk dat ze, niet dat ik de grote guru ben, maar zo'n knie optrekken als iemand zo laag inkomt, dat kan je best wel raken, hoor. Dat kan best wel zeer doen, dan kan je neus gaan zoeken. Ja, en Rico houdt van die hoge trappen. Ja. Hij kan wel zijn knie optillen. Dus ja. Rico is atleet, hij is atleet, de conditie als een malle. Ja. En, maar daarom had hij ook zo de ring in moeten komen. Ja. Weet je? Net zoals hoe hij bij Phoenix zo rustig zei van, ja, pff, weet je, als hij zo tegen mij gaat vechten, sla ik hem de hele ring door. Zo had hij rustig de ring in moeten komen. Distinguished, gewoon relaxed, gewoon van, oh, jullie zijn hier aan het spelen op het pleintje. Ja. Ik ben nog steeds de baas hier. Ja. Maar nu komt hij met een soort attitude. En zijn gezicht wilde hij heel boos zetten, heel strak van gangster en zo. Was niet nodig. Het past ook niet bij hem. Nee, het past niet bij hem. Hij had zijn pak aan. Hij had rustig doorheen moeten komen. Van, dit is de playground, weet je. Ik ben nog steeds de baas hier op het pleintje. Is mijn ring. Ja, rustig aan, jongens. Ja. Kijk, en op een gegeven moment, dat vond ik wel een beetje een soort van grappig, pakt ineens Badr de microfoon. En hij zegt dan, hé jongens, even stil. Daar laat hij wel zien. Ja. Even respect voor mij. Even stil. Daar moet ik echt. Ik dacht van zo. En ze waren allebei even zo. Ze waren allebei stil. Ja, nee, maar dat klopt. Maar dat is het straten van nature. Ja. En het acteren. Weet je, dus hij is gewoon. Ja. Hé, nu even stil. Want ik zit te bedenken. Was het andersom geweest? Had Rico gezegd, even stil. Ga die ring, hoor. Ja. Begrijp je? Dus ik zat even die spinsels in mijn hoofd, weet je. Ja. Maar dat is wel de wedstrijd die gemaakt moet worden. Ja, alhoewel. Ik denk dat Alistair ook nog misschien... Hou die vast. We komen zo terug. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Oké. Hey, ik heb even wat geknipt, wat dingetjes uitgeknipt. Dit is ongeveer wat we nu hebben qua vechters. Rico, natuurlijk de kampioen. Jamal Ben Sadiq. En dan heb je nog een hele rits eronder. Ja, Badr kunnen we eigenlijk een klein beetje daar naartoe schuiven. Want... Hij heeft al aangegeven van, hey, ik ga ermee stoppen. Ja. Maar ook al had hij dat niet, dan zou hij ver naar onderen zakken. Ja, dan zou hij meer naar onderen zakken. Ja. Weet je, want ja, je hebt hier nog een aantal. Jafar heb je, je hebt Saki, Mahedin, weet je, Kaepernick, Plasibat. Wat is de wedstrijd die nu gemaakt moet worden? Ik denk toch... Kijk, omdat hij heeft al tegen Rico gevochten, hij heeft gewoon niet gewonnen. Nee, wacht, Mourinho. Even stap terug. Ja.
de wedstrijd Alistair tegen Badr is geweest. Ja. Ze hebben in de ring met elkaar even zo gestaan. Ja. Er hoort hier nog iemand bij. Ja, meneer. Dus moet die wedstrijd, want Alistair is toen ook in de K1 gekomen als de Dark Horse. Ja. De Dark Horse is weggegaan. Ja. Ja. Maar de Dark Horse is weer terug. Ja. Marino, help mij. Help mij. Hij ziet er hier wel uit als in 2010, toen hij op een tank leek. Maar is dit recent? Is dit geen recente foto, oh, maar dit. Kijk, hier had hij nog, die lip nog niet. Die lip was nog niet. Nee. Hier staat hij nog vers. Kijk, zijn nek, man. Zijn nek begint ergens achter zijn oren. Ja. Kijk. Dark Horse Alistair. Hmm. Dit was bij Glory Collision. Ja. Moeten die als eerst tegen elkaar vechten? Of moet dit dan in de wedstrijd ervoor? Dan wordt het interim. Ja. Interim kampioen. Ja. Hij roept nu van, Alistair roept nu van, hey, ik ben nu de kampioen. Ja. Want hij gaat op zijn Herit event vechten tegen Hesdy. Ja. Wat vind jij ervan? Dat hij gaat vechten tegen Hesdy? Nee. Dat weten we allemaal. Ja, hij noemde het ook toch? Hij gaat een soort eigen show doen. Sterren als op het ijs moet doen. Ja. Oké, nee. Maar als ik zo moet kijken. Kijk, ik denk. Het verhaal Jamal. Dat weten we tegen Placibat. Ja. Ze willen wel, maar het moet ergens om gaan. Ja. En ik geef ze daarin ook gelijk. Oké, wacht even. Dan ga ik je meteen daar arresteren. En zeggen van, oké. Hoezo mogen vechters nu bepalen dat wanneer zij vechten en tegen wie ze gaan vechten, moet de organisatie dat niet doen? Waarom zeg ik dat? Ik wil niet altijd teruggaan naar de tijd van toen. K1. K1 tijd. Ja. Hadden ze gewoon de eerste zaterdag van december. Ja. Moet je gewoon klaar zijn. Ja. Was je ziek, zwak, misselijk? Was je hond overleden? Of had je, weet ik veel, aanbijen aan je kont? Het maakt niet uit. Je moest gewoon vechten. Ja. Als je niet kon, had je pech. Ja. Nu gaan deze twee zeggen van, hey, ik wil niet tegen mijn maatje vechten, mijn trainingsmaatje. Ja. Het gaat nergens om, dus ik vecht niet. Ja. Het is toch gewoon je werk? Nee, maar kijk, het klopt wat je zegt, hè? Ja. Het klopt wat je zegt. Maar, kijk, K1 was een ander verhaal. Ja. Als we Rico nemen. Ja. Rico vecht elk jaar één keer, ja, ik ben kampioen. Ja. K1 moest je elk jaar opnieuw gaan bewijzen. Ja. Dus dan moest je K1, kan ik zeggen, oké, maakt niet uit tegen wie je werd gezet, je moest gewoon gaan vechten. Ja. Maar dat doen ze nu niet bij Glory. Dat vind ik juist eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen belachelijk, maar ik vind wel dat ze daarover na moeten denken. Want nu gaan de vechters bepalen tegen wie ze vechten, wanneer ze vechten. Want Rico gaat nu niet vechten, de dokter heeft gezegd van, nou, je hebt last van je oog. Dus je mag niet vechten. Ja. Hup, 29 oktober staat hij gewoon in de ring. Ja, maar hij moet eigenlijk zijn titel verdedigen. Ja. Dus wat dat betreft, het is goed dat hij in zijn contract heeft staan van, hey, ik mag een evenement organiseren wanneer ik dat wil. Ja. Prima. Ja. Maar nu vecht hij dus niet. Nee. En nu moeten die twee eventueel gaan vechten tegen elkaar. Ja. Scott, de baas, de CEO van Glory, heeft ook gezegd van, luister, jullie moeten eerst tegen elkaar vechten, dan krijgen jullie weer een kans om voor een kampioen te vechten. Ja, maar is logisch. Kijk, hun denken ook. Ik kijk gewoon hoe hun. Ik denk wat hun denken. Hun denken ook, luister dan. Als hij kan bepalen van, oké, nee, ik vecht niet, want ik heb Dancing on Ice, Hit It, weet ik veel. Ja. Thuis Hit It. Is eigenlijk van ons. Ja, we hebben het niet geregistreerd. Die gebruiken we altijd. Laat. Hij heeft het zeker wel ergens voorbij zien komen. Maar dat maakt niet uit, we gaan weer verder. Ja. Omdat hij dat denkt, kunnen hun ook denken, maar wacht even. Als hij het mag bepalen. Als hij het mag bepalen. En ieder jaar vecht iemand maar één keer en dan werd je kampioen. Ja, weet je. En Ben Sadiq is al eerder beloofd van, hey, en werd ook vaak verschoven. Ja. Kan ik begrijpen dat hun denken van één sportschool, luister dan. Heel eerlijk gezegd zou hij nu moeten. Ja. Dus deze gaat weg. Heel eerlijk gezegd moet hij nu de kans krijgen. Je frommelt Flasibad, boy. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Deze wedstrijd zou ik heel graag willen zien. Flasibad, ik vind het wel leuk hoe hij het doet. Hij doet af en toe, Rico, come out and play.
Ja. Nou, vind ik zo leuk dat je dat doet. Ja, maar dat zijn... Een beetje kampioentje te rijden. Ja, ja. Maar dat zijn gasten die ook gewoon willen matten en niet... Weet je? Ze willen matten, ja. Willen matten. En net als wat Mike zei het ook, die zei van, luister dan, als deze twee is niet erg dat ze tegen elkaar willen, maar het moet wel ergens omgaan. Ja, ja. Weet je, het moet wel ergens omgaan. En nu gaan ze vechten, gaat nergens, weet je. Ja. Dus ik vind, Alistair die moet zich ook gaan maar bewijzen, want wat hij tegen Badr heeft gedaan, leuk, hij heeft gewonnen. Maar het is ook niet dat je kan zeggen van, oké, hey, ik wil hem snel tegen Rico zien. Dat was een superstaaltje. Ja, Rico zegt ook, ja, op deze manier sla ik hem de hele ring door en daarin geef ik Rico gelijk. Ja. Dus ik denk, Rico Plaatsiebad. En dan mag Alistair het weer even proberen tegen Ben Saddiq. Dan wil ik dat wel zien, hoe hij tegen Ben Saddiq tekeer gaat. Stel je voor, hè, dat dit de co-main event is. Ja. Dit de main event. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Wat? Robbie Timmer, kijk mee, ja. Robbie. Hey, doe jouw werk. Ja, als ze dit doen. Ja, nou, maakt niet uit wie van wie wint, die kunnen dat tegen elkaar. Is het ook weer mooi voor de volgende. Maar kijk, want ik hoor ook dat Jafar weer zijn comeback wil maken. En die vecht bij Glory Rivals. Ja. Dat bedoel ik. Het is niet zo moeilijk. Nee. En we maken het heel simpel. Ja toch? We maken het heel simpel. Als je dit al hebt. Nou. Wauw. Ja, dan ben je gewoon klaar. Weet je? Ja. Dan ben je gewoon klaar. Alleen, ik kan wel begrijpen, want dit zo neerzetten. Ja. 2, 4, 6, 8, 10. Ja. Dan zou je eigenlijk 2 moeten weghalen. Dan heb je een 8-man toernooi. Dit als reservewedstrijd. Maar kijk, dit kost ook heel veel geld. Ja, ja. Voor Glory. Dus dat kunnen ze misschien nog niet ophoesten. Ja. Maar je zou er 2 weg moeten halen. Of dit als headliner. En misschien nog een lichtgewicht wedstrijden tussen gooien. Of wat dan ook. Maar dit zijn wel wedstrijden die je kan maken. Ja, maar hier... Ja. Weet je dan, hier is Kebab is nog niet eens tussen. Kan je nagaan. Nee, Kebab is erbij. Maar zo gooi je even. Die zet je er 1. Dit zou echt een geweldige kaart zijn. Ja. Hij kan niet gemaakt worden. Nog niet, maar dit zou wel een geweldig kaart zijn. Ja man, ja. Eventuele afscheidje. Een afscheidpartij, dan zoeken we eentje die hij heel snel neer kan slaan. Was hij die ook verliefd? Als hij die ook verliefd, dat zou lelijk zijn. Maar goed, Mario, ik denk dat we het wel een klein beetje gehad hebben. Mm. Dit gaan we vaker doen om te kijken van... Ja, een beetje schuiven, een beetje kijken wie tegen wie. Ja, maar het is gewoon leuk om te zien. Ja, ja. Dus ik zeg, dit gaan we vaker doen nogmaals. Ja. Ik ga de mensen bedanken. We gaan de mensen bedanken. We hebben een soort wie op wie hebben we gehad. Wie tegen wie. Dat vind ik ontzettend leuk. We hebben alles een beetje gehad. En blijven kijken mensen. Maria zal vaker terugkomen. Sowieso. Want ik vind het leuker om te sparren met iemand. Hè, te praten erover. Van wat vind jij daarvan? Wat vind jij zus? En vind je zo? En ja, Mario, die praat lekker mee. En weet ook wat van de wedstrijden natuurlijk. Weet ook als trainer hoe en wat. Dus bedankt Mario dat je erbij was. Geen dank. Was en goed. Mensen, blijven kijken, blijf volgen. Subscriben natuurlijk, want we komen graag terug met allerlei vechtsportinformatie. Ik zie je volgende keer. Oes. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com.